Leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe uitzending van In de Schijnwerpers. In deze aflevering besteden we aandacht aan twee jubilerende koren. Namelijk Koor Groot Kolmschaten, dat in 2019 35 jaar bestaat, en Toonkunstkoor Euterpe. Zij bestaan dit jaar 150 jaar. En beide koren besteden natuurlijk ruim aandacht aan hun jubileum. Popcore betekent dat wij popmuziek, hedendaagse popmuziek zingen. En het koor bestaat uit 65 zingende leden. En wij zijn ook erg trots dat wij een eigen band hebben van bijna zeker 11 muzici. De kwaliteit willen we inderdaad hoog in het vaandel houden. Dat betekent dat we inderdaad ook kiezen voor geen makkelijke partituren, geen makkelijke nummers. Dat gaan we inderdaad tot 3 cijfers achter de komma, wou ik bijna zeggen. Maar het gaat heel ver. Wij zingen sommige nummers zesstemmig met dit koor. En dat in samenwerking met de band is dat een hele opgave. Wat typeert jullie popkoor? Nou, in een club van meer dan 65 man heb je natuurlijk altijd wel groepjes, maar het grote collectief is ook wel een collectief. En dat is door de jaren heen natuurlijk ook gegroeid. Er zijn ook nu nog leden die al 35 jaar lid zijn van ons koor. Bij het begin gestart en die draaien nog steeds mee. En ook zij geven aan van ja, het is zo'n hechte eenheid met elkaar, voor elkaar. Alles wat we elke keer organiseren komt ook tot stand met elkaar. Want in 1984 werden jullie opgericht. Hoe ervaren jullie dit jubileumjaar en wat gaan jullie daaraan doen om de mensen daar kennis mee te laten maken? Dit jaar zijn we natuurlijk volledig in de weer om ons concert voor 2 en 3 november gestalte te geven. Nou, daar komen een heleboel verschillende artiesten en een heleboel verschillende genres naar voren. Van Nederlandse nummers, en dan praten we over de pop uit de 80er jaren, Doe Maar, Klein Orkest, et cetera, et cetera. Maar we hebben ook een soulblok waar Aretha Franklin een belangrijk deel van uitmaakt. Maar we hebben ook hedendaagse popmuziek met Within Temptation, nummers van Raccoon, De Dijk, Coldplay. Dus eigenlijk alles wat hedendaags op welke muziekzender ook te horen is, ja, die vertolken wij ook in onze nummers. Is er ook een muziekcommissie die dan de artiesten en de nummers selecteert? Ja, centraal hebben wij inderdaad een muziekcommissie die samen met onze dirigent het volledige repertoire bepaalt. En op basis daarvan worden partituren ingekocht en daarmee gaan we aan de slag. En zo worden nummers ingestudeerd. Dus nu ook het repertoire voor ons concert vanwege ons 35-jarig bestaan is zo samengesteld. Een dirigent heeft natuurlijk een hele belangrijke functie, helemaal bij zo'n groot koor. Hoe houdt zij dat allemaal in toon? Ja, dat is geen sinecure om inderdaad 65 mensen in toon te houden. Maar zeker niet om een moeilijk repertoire ook in te studeren met 65 man. Zij weet dat op zeker een bepaalde vorm van disciplinaire wijze goed voor elkaar te brengen. Daphne Lut is onze dirigent en doet dit al jaren. Dit is ook haar tweede concert wat ze straks gaat leiden. Ja, en zij doet dat met ferme hand. Maar het blijft een lastige klus. Streng, doch rechtvaardig. Zeker. Spannend? Het is zeker spannend. En het is nog een hele klus om dat inderdaad vanuit de vereniging ook zo georganiseerd te krijgen. En heeft dat dan ook nog te maken met die kwaliteit waar we het net over hadden om ook op 3 en 4 november echt te staan? Ja, zeker. Wij willen altijd van onze Schouwburgconcerten willen we professionele uitstraling hebben. We willen inderdaad de Schouwburg een volledig theatrale muzieksetting geven en een echt avondvullend programma geven. Ik kan me ook voorstellen dat er bij het concert heel veel bij komt kijken. Is daar ook nog een speciale commissie voor? Ja, voor een dergelijk concert hebben wij in ieder geval de muziekcommissie. Maar het is belangrijk om alles op het podium zo goed voor elkaar te krijgen dat er een concertcommissie is. En daar zitten geledingen in vanuit het bestuur, vanuit de muziekcommissie. Maar de concertcommissie is eigenlijk de verantwoordelijke die alles organiseert op en rond de uitvoering van het concert 2 en 3 november.
Dus dat gaat van flyers tot aan kleding tot aan dat het allemaal goed doorloopt? Klopt. We hebben als regisseuse hebben wij Monique Bram in de armen genomen. En zij weet ook al, en dat heeft ze al een aantal keren laten zien, hoe een dergelijk concert in elkaar kan steken. Samen met haar brengen we het programma op het podium met licht en geluid. En dat moet echt ook een professionele uitstraling gaan krijgen. We zijn altijd, maar dat zal bij ieder koor horen, zijn we altijd op zoek. En vooral naar mannenstemmen, want die zijn overal tekort. Maar ja, daar blijven we naar op zoek. We hebben nu ten aanzien van het concert, hebben we even de ledenstroom hebben we gestopt. Want nu is het even lastig om in te stromen, om alle 24 nummers die we moeten instuderen voor die tijd, om dat nog bij te fietsen. Maar daarna zijn zeker mannenstemmen van harte welkom. En als we weer voldoende mannen hebben, want we willen dat wel in verhouding ten opzichte van andere stemmen doen, zijn waarschijnlijk ook weer vrouwenstemmen van harte welkom. Ik hoor het woord één groot succes. Eén groot succes. Toonkunstkoor Terpen staat in een traditie van toonkunstkoren. Eigenlijk is dat eind 19e eeuw zo begonnen dat dat soort koren gevormd werden. Eigenlijk ter verheffing van het volk, zeg maar, om die in aanraking te brengen met cultuur, in dit geval de zangcultuur. Op dit moment is het een koor wat ongeveer 60 leden heeft, praktiserende leden. Het repertoire wat wij zingen zijn traditioneel zeg maar, de grote klassieke werken. Dan moet je denken aan Requiem van Mozart, het topstuk, de Hohe Messe van Bach, de Matthäus, de Johannes van Bach, Requiem van Verdi, Messiah van Händel. Dat is zeg maar, het type repertoire wat wij doen. En dat doen we vrijwel altijd met begeleiding van een professioneel orkest, professionele solisten die allemaal ingehuurd worden. En voor de rest zijn we een amateurkoor en we willen ons graag een goed, enigszins ambitieus amateurkoor noemen. We bestaan 150 jaar. Op welke manier wordt er dit jaar aandacht aan besteed? Nou, we organiseren voor het eerst iets wat we nog nooit gedaan hebben. Dat is een Matthäus Passion. Ja, de Matthäus Passion die is wel vaker gedaan door dit koor. Maar niet op de wijze waarop we dat nu gaan doen. Het is een zogenaamde mezing Matthäus. Dat betekent dat het niet zo is dat alle bezoekers die daar komen zeggen van nou gaan we alles ook meezingen. Nee, je moet je daar wel van tevoren voor aanmelden. Je wordt wel geacht de partijen te kennen en thuis in te studeren. En je kunt dan op de dag, eigenlijk in één dag, beginnen we 's morgens om 10 uur en wordt er de hele dag door gerepeteerd. En is er 's avonds om 7 uur is er een uitvoering waarin die mensen mee kunnen doen. En voor die mensen die zich dan aanmelden, dat zijn ook de enigen die mee kunnen doen, hebben we nog eens op vrijwillige basis een repetitiedag ingelast eind maart. Zodat ze van tevoren nog alvast eens een keertje kunnen oefenen met ons. En op dit moment is het zo, we hebben zelf dus 60 leden. En daarnaast hebben zich nog ruim 100 mensen aangemeld die hieraan deel willen nemen. Dus we hopen dat het nog wat groeit. Er is nog plek via onze website. Kan men zich nog opgeven? En ons idee is dat we dadelijk met zo'n 200 mensen die Matthäus staan te zingen. En aan het eind van het jaar doen we nog een jubileumconcert met allemaal hele vrolijke muziek. Mensen kennen waarschijnlijk de Eurovisie-melodie nog. Hè? Taan, 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 taan. Nou, dat is ook in de tekst opgeschreven. Dat hebben wij niet gedaan, maar dat heeft meneer Charpentier zelf gedaan. Die gaan we daar uitvoeren. Het Gloria van Vivaldi gaan we daar uitvoeren. En Dedicate te Deum van Händel, zeg maar, een kleine Messiah gaan we daar uitvoeren. En dat moet een heel feestelijk concert worden. Het is 50 jaar geleden. Hoe is het tot stand gekomen? Hoe is het begonnen? Ja, dat is eigenlijk gekomen uit de muziekschool. Die was er toen al. En er waren een aantal leerlingen, studenten, pupillen die er waren. En die waren min of meer afgestudeerd. Die waren wel een beetje klaar. En die zeiden, ja, we zijn nou hier klaar, maar we vinden het veel te leuk om wel door te gaan. Wat kunnen we daarmee doen? En die hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben een vergadering belegd op 11 november 1869. En toen hebben zij besloten gezamenlijk een koor op te richten. En daar hebben zij de bereidwillige medewerking bij gevonden van Cornelis Brand Buys, een componist en de bijaardier van hier in Deventer, van de Lebienestoren. Die zou als dirigent gaan optreden. En vanaf dat moment bestond het Deventer Volkszanggezelschap.
Ja, want u zegt, het heette toen nog niet Toonkunstkeur uit Terpen. Wanneer is dat ontstaan? Wanneer is die switch gemaakt naar deze naam? Dat is pas 15 jaar later gebeurd. Dus wij vieren nu wel 150 jaar uit Terpen. Laten we zeggen 150 jaar koor. Dat is het natuurlijk. Het is natuurlijk hetzelfde koor. Maar in de zomer van 1884 is bij een vergadering werd voorgesteld een andere naam te bedenken. Of een andere naam te geven. Er werden drie voorstellen. Dat was Concordia, dat was Crescendo en dat was Euterpe. Euterpe, de muze van de zang en de muziek. En bij meerderheid van stemmen werd toen gekozen voor Euterpe. En dat is het tot op de dag van vandaag gebleven. Wij kunnen op dit moment nog steeds de dingen doen die wij willen doen. En dat heeft te maken met het feit dat het aantal leden is weliswaar teruggelopen de afgelopen jaren. Maar de verhouding tussen de verschillende stemgroepen, sopranen, alto, tenoren, bassen, is nog zodanig dat we inderdaad alles kunnen doen. Ik moet wel zeggen dat een beetje de makker van dit soort koren is dat mensen komen erbij en mensen blijven erbij en worden ouder en ouder. En als we meer aanwas van jonge leden zouden kunnen krijgen, zou ons dat zeer welkom zijn. We hebben een aantal jongere leden, maar laat ik zeggen, de gemiddelde leeftijd van het koor zit toch wel tegen de 60 aan. Hè? Eén keer per jaar organiseren wij een open repetitie waarin iedereen in principe welkom is en kan kijken van ja, is dit iets voor mij? Vind ik het leuk om te doen? En als mensen zeggen van ja, ik wil het toch eens proberen, dan kunnen ze een aantal weken meedraaien. En dan wordt er van twee kanten gekeken. Nou, van het koorkant uit natuurlijk van past jouw stem en heb je voldoende niveau om hier aan mee te doen? En van het potentiële lid van ja, vind ik dit leuk genoeg om te doen? Ja, dus dat is een van de dingen die we inderdaad doen. Concerten, ja, ook duidelijk. We hebben naast onze gewone mensen die ons concerten bezoeken, hebben we en koorleden hebben we ook een vriendenclub, een vriendenstichting, die ook financieel doneren en die ook speciaal uitnodigingen krijgen voor concerten en plaatsen kunnen reserveren en dat soort zaken. Toen het opgericht werd, uit hoeveel leden bestond het koor toen? Nou, ik heb een ledenlijst gezien uit begin 1870, dus dat was een paar maanden oud en daar stonden al ook iets van 60 mensen op. Dus ongeveer net zoveel als nu. Dus dat is altijd om en bij de 60 gebleven dus? Nee. Dat heeft gevarieerd. De meeste leden heeft het koor denk ik een beetje gehad. Dat zal nu misschien een jaar of 30, 40 geleden zijn geweest. Toen waren er bijna 100 leden. En ook rond het 100-jarig bestaan in 1969 moet ik dan inmiddels zeggen. Toen waren er ook bijna 100 leden in het koor. Ja. En bij die gelegenheid is het koor ook pas echt toonkunstkoor geworden. En dan kun je dus ook gebruik maken van de adviezen en de faciliteiten die vereniging biedt. En dat is nu 50 jaar geleden gebeurd. Als ik naar de reacties van het publiek kijk van de afgelopen concerten van jaren eigenlijk, zijn die doorgaans heel erg enthousiast. En het komt wel eens voor dat wij voor die tijd onze twijfels hebben van, oh, zit het er wel goed genoeg in? Dat blijft wel zo. Maar uiteindelijk tijdens die uitvoering blijkt het toch altijd een zodanig niveau te hebben dat mensen dat leuk vinden, dat mensen ook terugkomen, dat blijkt. Hoe zou je het koor typeren? Als een heel conscientieus werkend amateurkoor. Maar mensen die daar met veel liefde muziek maken samen en het ook heel gezellig vinden om elkaar iedere week te ontmoeten. De gezelligheid speelt duidelijk een rol. Maar ook het samenwerken aan zo'n stuk. Dat vind ik ook zelf het mooiste hoor. Ik heb een vak waarin ik nogal solistisch aan het werk ben. En het mooie van het zingen in een koor is dat je één onderdeel bent van een geheel. En je bent iets meer dan één aspect van de som van alle delen bij elkaar. En dat vind ik erg mooi. Ik hoor de familie vind ik wat overdreven geformuleerd, maar er zijn wel een aantal vriendenclubben zijn er ontstaan binnen dat koor. Een aantal mensen die intensiever met elkaar omgaan dan anderen. En dat wordt ook wel vergroot door wat activiteiten die we onderling uitvoeren. We hebben onlangs ook in het kader van dit jubileum een zogenaamde dienstenveiling gehad, waarbij dus met als eerste doel van dat er geld opgehaald wordt voor het koor om dat jubileumjaar te bekostigen. Maar toch ook, kijk, mensen bieden dan diensten aan die andere mensen kunnen afnemen, waardoor je ook buiten de repetities samenkomt om dingen samen te doen. En dat vergroot de samenhang en de saamhorigheid wel, ja. En dan komt waarschijnlijk ook de kwaliteit ten goede. Dat neem ik aan. Als mensen die met plezier naast elkaar staan te zingen, dan zing je ook beter.
is al en het wordt nog een mooi, fantastisch jubileumjaar. Dit wordt een heel mooi jubileumjaar, zeker weten. Hoe lang bestaat het koor nog als het er nu ligt? Nou ja, laten we zeggen nog maar 150 jaar. Dat ga ik niet meer meemaken, maar ik wens het koor minstens 150 jaar toekomst nog toe.